Goedemorgen, lieve mensen. Nou, het is al goedenavond. Ik ga dit berichtje toch op 7 maart nog even doen. Het lukte telkens niet. En ik heb gisteren wel een wereldse gebeurtenisfilmpje gemaakt. En heb ik ook even verzeld. Ik heb nog steeds last van mijn oren. En het kost gewoon zoveel energie ook. En verstaken mensen gewoon heel moeilijk. En vanmiddag had ik een gesprek. En vanmorgen had ik een gesprek. En dan zijn mijn oren gewoon moe. En gisteren toen. Wat had ik nou gisteren? Oh, heb je dat ook wel eens? Dat je denkt, wat had ik nou gisteren allemaal? Kijk, hoe had ik ook. Nou, kan ik dat nou vergeten? Daar had ik me op verheugd. Ah, lieve, die had ik al 2 keer moeten afzeggen voor ziekte. Je denkt toch niet dat ik die een derde keer afzeg? Prachtig plantje gekregen. Echt mooi, zo'n eitje, weet je wel. Echt zo'n paasding. Superleuk. En ook weer fantastische dingen gedaan. In een persoonlijk gesprek kunnen we soms even teruggaan in jouw vorige levens. En kunnen we ook heel mooi uit het gesprek halen waar je op vastloopt. Of wat echt nodig is om eens even er flink uit te halen. Dus nog even wat quantum healing techniekjes gedaan. Had ze ook de cursus gedaan. Oh, ik zeg, gaan we nog even een keer doen. Leuk. En supermooi. Mooi gesprek gehad. Dan zijn mijn oren wel moe. Dus ik had gisteren alles opgezet om. Ja, dat moet ik hier helemaal installeren, opzetten. Om filmpjes te maken. En ik kreeg niet meer voor elkaar. Ik dacht, nou, doe niet. Laat maar. Dus jullie hadden vanmorgen dit berichtje niet. En vanmorgen had ik een jonge man. Ja. Consult en die heeft letterlijk een draai op zijn oren gekregen. Moeder die appte net al. Dat was heel goed. Soms moeten 13-jarigen eventjes met voetjes op de grond gezet worden. Jullie zijn nu verantwoordelijk voor je ei. Wist je dat vanaf 14 jaar zijn de jongeren spiritueel volwassen? En met is het een jong man? Weet jij wel? Ja, dat was vroeger. Oh. Weet jij wel dat. Met 13, 14 jaar werden vroeger. Ik heb net tarot en numerologie weekend gehad, dus ik zit in een schildknapen. Weet je wel dat dan je een schildknaap van een ridder werd? Een beetje apprentice werd je leerling. Ik zeg, nu zit je gewoon lekker lui bij mama, krijg je gewoon lekker naar school. En het enige wat mama van jou verwacht is dat je naar school gaat. En dat je op school niks uitvreet en wel goede cijfers haalt, is helemaal prima. Als je maar vink, 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 alle 5 dagen heen. Maakt niet uit wat je doet. Als je maar er naartoe gaat. Ja, en wat voor gevolgen dat op lange termijn heeft. Ja, het is programmaatje. Heeft er zelf voor gekozen in deze tijd bij deze ouders te wonen. En ja, daar hoort dit programmaatje nou één keer bij. Hij heeft een fantastische ouders. Toen. Dus we hebben een stevig gesprek gehad. 13 jaar, dat zijn van die leeftijden, hè? Dat snappen jullie wel. Ja, ik ben ook eens een keer ooit 13 geweest. Oh, daar heb ik over verteld in het afgelopen tarotweekend. Ik vertel altijd vanuit mijn eigen verhalen. Ik kan wel metaforen maken over verhalen van allerlei mensen. Maar ik heb in mijn menselijke ervaring hier op aarde zelf zoveel mooie dingen meegemaakt. En dat is niet omdat ik het zo graag wil vertellen. Dat is omdat jullie er dan wat van kunnen opsteken. Hé, wat is dat voor vergelijking? Hoe kan ik dat in mijn eigen leven toepassen? Nou ja, dus ik vind het fijn om geen plagiaat of kopieer eruit te doen. Dus dat doe ik gewoon uit mijn eigen leven. Ja. Nou, we zijn vandaag 7 maart. En wij zijn een 54-9-dag. Ja, dat is wel een hele mooie dag. We zijn bijna nieuwe maan. Ik ben best ook wel een beetje moe. De Schumann is ook een beetje actief. Er is best wel wat geometrische disbalans. Dat zie je ook aan de foto's. Ik zag van een foto van een nieuwszender hier in Friesland van de wolken. En er zat een kindergezicht, een babygezichtje in. Daar hadden ze geplaatst. Dat is op zich ook wel weer heel mooi. De wolken die je ziet, dat heeft meer met de elektromagnetische stoornissen te maken en het magnetische veld van de aarde, wat gewoon heel zwak is op dit moment. 54-9-dag. De numerologie workshopjes geef ik op dit moment. Alleen voor vanmorgen kon dat helemaal niet. Niet omdat ik al 2 afspraken had gemaakt. Ja, chaos, hè? Nee, het kon niet, want ik had maar 1 aanmelding.
Had ik er ook bij gezet, als er maar één aanmelding is, dan kan dat gewoon niet. Dat is ook niet leuk. Maar als je drie, vier verschillende mensen hebt met drie, vier verschillende levenslesgetallen, dan kan ik juist 100 uit vertellen waarom dat nou anders is, de een of de ander. We hadden in het afgelopen taalweekend hadden we twee mensen met een 41,5. Nou, en hoe komt het dan dat die ene anders is dan de ander? Nou, dat leg ik dan uit. En dus dat numerologie-workshop op woensdagavond 13 maart ga ik dat doen van 7:30 tot 9:00. Dus het is niet de hele avond. En je hoofd zit al vol en wordt opgenomen. Alleen voor toegankelijk voor die groep dan. En op 27 maart heb ik met de mevrouw van vanmorgen afgesproken. Ja, 27 maart om 9:30. Dan gaan we ook de numerologie-workshop doen. Moet je mij doorgeven? Heb je hem aangeschaft voor €9,99? Ik doe op woensdagavond mee. En dat is beperkt, want anders ben ik 4 uur bezig als ik 30 mensen heb. Dus dat is beperkt tot 10 deelnemers. En dan op 27 maart in de ochtend. En komen er dan nog meer aanmeldingen? En het zit vol, dan ga ik gewoon nog een keer op woensdagavond bijvoorbeeld plannen. Komt allemaal goed. Numerologie-workshop. Op www.lumeriawinkel.nl kan je dat boeken. En dan word je gelinkt naar ontwikkelen.lumeria.nl en dan word je lid van de numerologie workshop. Niet de hele training. Goed, we gaan nog een kaartje voor vandaag doen. Het is gewoon nu 6:30. Straks heb ik ambassadeurs. Moet ik even bedenken wat we gaan doen. Morgenochtend gaan jullie heel blij worden. Ja, echt waar. Dan heb ik special guest. Ja, wie denk je? Nee, Harriet is middags. Die heeft met de schilderijen, helaas een schilderij gezien. Die verkocht worden. Voor het goede doel. Harriet's goede doel. Harriet gaat in Zuid-Afrika wonen en gaat ze echt haar eigen healingcentrum oprichten. En daarvoor verkoopt ze dus die schilderij. Om dat allemaal voor elkaar te maken. Ja, maar de special guest voor morgen is Rick. En we gaan lekker op Rumble. Dan kunnen we gewoon lekker praten. Ga je lekker kijken, hè? Op Rumble. Morgen. De Canarie. Zing je eigen lied. Nou, dat doe ik ook. Echt waar. En dat weten jullie ook. Je krijgt wel veel klasken. Ja, dat zei iemand laatst tegen mij. Ja, dat is ook zo. Ja, ik ben heel belangrijk. En jij ook. Eens even kijken. De Canarie. 23. Deze kaart helpt je om je eigen stem te vinden en te uiten wat er in je hart leeft. Wees vrij om je innerlijke licht te ervaren en te laten schijnen. De spirit van de kanarie zingt om je eraan te herinneren dat je vol blijdschap zit en om je te steunen in het zingen van je eigen lied. Nu is het moment om de wereld te laten zien wie je werkelijk bent. De boodschap van de kanarie is dat je vrij bent om jezelf te zijn en je meest diep gekoesterde verlangens te uiten. De wereld wil jouw lied horen. Als je vraag betrekking heeft op een relatie, dan word je helemaal opgeroepen om ten volle jezelf te zijn. Want alleen dan zul je in harmonie en blijdschap vinden. En je zult alleen zo mooi muziek met anderen maken. Als je zuiver zingt. Nou, je hoeft niet zuiver te zingen hoor. Nee, dat zeggen ze ook tegen me. Dat weet ik ook vanuit de NLP. Als je me zingt. Als je me zingt, ga lekker zingen. Heerlijk blaren in de auto. Oh. Lekker. Goed. Oh, dan zou ik zo blij zijn als mijn oren weer een beetje open zijn. Ik heb al, maar dat hoor ik van veel mensen, hè? Die hebben last van dove oren. Het is allemaal nog wat gevoelig, nog wat overprikkeld. Er zit wat vocht achter de oren. Heeft tijd nodig. Ja, ik heb, jullie kunnen alle adviezen geven. Ik heb ze allemaal al gedaan. Heeft tijd nog. Dus ja, die muziek moet bij mij gewoon echt nu op knal. Dat doe ik dus ook. Ik wens je een hele mooie donderdag nog. Morgen weer een nieuw positief bericht. Dag lieve mensen.